FC Groningen speelt morgen om 19:15 thuis tegen RKC Waalwijk. Bij de FC is Rasmus Lindgren afwezig. De aanvoerder heeft last van een heupblessure. Tom Hierier neemt zijn plaats over en start voor het eerst dit seizoen in de basis. Ja, dat is natuurlijk super. Het voelt heel goed. Dat ik het vertrouwen weer krijg. En ik moet het gewoon laten zien eigenlijk. Dat heeft hij gedaan? Hij heeft zich uitstekend ontwikkeld. En hij heeft zich ook aangediend. De laatste twee wedstrijden in de belofte heeft hij laten zien dat hij heel graag wil spelen. Nou ja, hij krijgt morgen zijn kans. Middenvelder Jaron Cherie is geschorst, net als Timo Letschert. De centrale verdediger en de FC gingen niet akkoord met het schikkingsvoorstel van de aanklager. In hoger beroep krijgt hij alsnog 3 wedstrijden schorsing, waarvan 1 voorwaardelijk. Zijn vervanger is William Ekong, die daardoor zaterdagavond zijn officiële debuut voor FC Groningen maakt. Ik ben fysiek sterk, een snelle speler en echt een mandenker. Dus. Ik moest een tijdje aanpassen en Timo en ik hebben het aardig gedaan in het begin van het seizoen. Dus het was even afwachten natuurlijk wanneer ik mijn kans kreeg. Jij hebt een tijdje in Engeland gespeeld bij Tottenham Hotspur. Hoe ben je daar zo terechtgekomen? Ik ben op jonge leeftijd al heen gegaan. Eerst naar Fulham, vanuit een amateurclub. Toen ik mijn 16 ben ik naar Spurs gegaan. En het is eigenlijk wel een aparte stap, denk ik, voor de meeste mensen. Maar toen ik die kans kreeg om daarheen te gaan, kon ik eigenlijk geen nee zeggen. Dus vandaar. Was dat een mooie plek om ervaring op te doen? Ja, hartstikke mooi. Helemaal mijn positie. Ik denk dat je ook al ziet in Engeland dat ze hele goede spelers helemaal achterin produceren. Dus ik denk dat ik wel veel heb geleerd daar. En dat ik nu weer een volgende hoofdstuk van mijn ontwikkeling ben begonnen. En weer verder moet leren hier eigenlijk. Wat kunnen we zaterdag van jou verwachten? Ik hoop dat ik een goede wedstrijd speel en daar ga ik natuurlijk wel voor. Nick van der Velde verhuist van de spits naar de nummer 10 positie. Daardoor zal Genero Zeefuik centraal in de aanval beginnen. Eindelijk weer in de basis. Ja, ik heb een kaart voor geknokt, kaart getraind. Het is wel lekker om te gaan starten. Van der Looy had het wel eens over een proces. Heb je het gevoel dat je verder bent in het proces? Ja, hij heeft me erg goed geholpen. Ook met voetbaltechnisch, vooral dat. En moest met een paar kleine technische dingen moest ik hem verbeteren. En dat gaat de goede kant op en daardoor heb ik misschien deze basisplek verdiend. Ja, vorig jaar heb ik 2 goals gemaakt tegen hem, dus het zou wel mooi zijn als ik weer 2 goals kan meepikken. Erwin van der Looy geeft de van een schorsing terugkerende Christian Adorian de voorkeur boven Andras Kirm. Ja, kijk, Adorian is ook weer beschikbaar na een schorsing. En dan merk je de afweging tussen Kirm en Adorian. Waarbij we voor Adorian iets meer voor een voetballer hebben gekozen. Waarbij Kirm af en toe wat iets meer opportunistisch is. Dus dat was een moeilijke keuze. FC Groningen is dit seizoen nog ongeslagen in eigen huis. Ook tegen RKC wil de trainer dit voortzetten. Nou, we gaan de volle bak opvliegen, dat is duidelijk. We gaan ze vanaf het begin af aan proberen onder druk te zetten, af te jagen. Bal snel te veroveren en van daaruit voetballend onze kansen te creëren. Het is onze derde thuiswedstrijd. Hè. We zijn al een tijdje onderweg in de competitie, maar het is pas onze derde wedstrijd. Utrecht en Ajax gehad, gewonnen en gelijk. Dus dat zijn prima resultaten. Dat willen we morgen doortrekken. FC Groningen RKC Waalwijk begint morgen om 19:15 in de Euroborg.